Zijn mijn klachten wel erg genoeg? Het feit dat jij niet het leven kunt leven dat je wilt leven, is al een vorm van lijdenslast. Dat je jezelf niet toegunt om zeg maar hulp te zoeken en om beter te worden, dat ook een deel van het probleem zou kunnen zijn. Dat je jezelf altijd zo wegcijfert, dat je misschien altijd ja zegt, altijd iedereen aan het pleasen bent. Of altijd iedereen probeert te helpen, maar niet jezelf probeert te helpen. En dat is gewoon verwaarlozing van jezelf en dat hebben we niet door. En dat zouden we je echt willen toegunnen. Als jij klachten hebt, kijk dan even naar jezelf. Kijk van hé, hey, wat gebeurt er? Waarom heb ik dit? Waar zou dit vandaan komen? Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, Huisens in Sp. En naast me zit Aisha, een neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week gaan we een vraag beantwoorden van een van de mensen die onze depressiecheck hebben ingevuld. En die luidde als volgt. Het was eigenlijk een heel gesprek en het eindigde van: zijn mijn klachten wel erg genoeg? Hoor je dit vaker? Ja, ik hoor dit vaker. Inderdaad. Ja. Dus dat mensen denken van: hé, hey, ik twijfel om hulp te zoeken, want zijn mijn klachten wel erg genoeg? Of dat uh, mensen denken van: ja, andere mensen kunnen het wel beter gebruiken dan ik. Ja. Precies, en ik denk inderdaad, ja, dat is dat. dat tweede kom, hoor ik ook regelmatig. Ja, ja, maar er zijn andere mensen, jullie hebben het al druk genoeg. Er zijn andere mensen die het erger hebben en dat van mij, dat valt allemaal mee. Ja. Eigenlijk mensen die zichzelf volledig wegcijferen. Die denken: van, Ja, weet je, ik doe er niet toe en de rest die moet het, die heeft daar meer recht op of iets dergelijks. Ja, precies. Vraag me altijd af waar dat toch vandaan komt. Ja. En, en in, in, in deze context dan tenminste, dan heb je een, uh, een check natuurlijk ingevuld. En uit die check komt dan een bepaalde score. En daarin kan je dus ook zien dat er klachten zijn. Dus in dit geval zijn het mensen die wel degelijk klachten hebben. Dus je, het is niet zo dat deze mensen een score van uh, drie of vier hadden. Dat je denkt van nou, dat is te normaal. Uh, ja, dat, dat, dat heeft iedereen die hierop uh, in Nederland rondloopt. Dit waren wel mensen die inderdaad uh, een, echt een verhoging van klachten hadden. Ja. En ja. Het was dan misschien niet zo dat, het dan heel, dat je gelijk ernstig-depressieve klachten had, maar een beetje daartussenin. Dat je wel denkt: zo van hé, dat, dat moet wel lijdenslast veroorzaken. Dat moet wel impact op je hebben. He, dat je somber voelt of dat je futloos voelt. Dat je weinig energie hebt, dat je slecht slaapt, dat je weinig plezier uit dingen haalt. En ook is het dan niet elke dag de hele dag, het was dan toch regelmatig inderdaad. Ja, yeah. en ik denk ook bij mezelf als, als, als optimist zijnde. Ik denk het feit dat jij niet het leven kunt leven dat je wilt leven, is al een vorm van lijdenslast. Ja. Dus dat is al een reden om hulp te zoeken, vind ik. Ja, precies. En het lastige is dan inderdaad van, hé, hey, um, ja, als jij niet tevreden bent met je leven en als er gewoon dingen spelen in je leven, ja, wat vind jij het waard ook om je beter te voelen? Ja. Vind jij jezelf. Vind jij het waard voor jezelf om je beter te voelen? Is dat iets wat je van jezelf mag? Gun ja. jij jezelf een kans om je beter te voelen? En dat is dan ook af en toe lastig. Hè? Dus inderdaad, op het moment dat je dan denkt zo van... hé, hey, je hebt wel klachten, maar um, is het wel erg genoeg om hulp te zoeken? ja? Dan ben ik altijd heel erg benieuwd van... hé, hey, maar wat voor een impact hebben die klachten dan op je dagelijks leven? En aan de ene kant is we natuurlijk een score, wat meer objectief. Maar eigenlijk, ik denk klachten zijn veel subjectiever... Dus het is eigenlijk veel belangrijker van, hé, hey, wat voor een impact heeft dat op jouw leven? Dus op het moment dat jij je somber voelt, of je voelt je angstig, of je hebt uh, last van nachtmerries, of je slaapt hele nachten niet. Ja, wat betekent dat voor jou? Wat, wat betekent het voor jou om elke dag een beetje, moi, door het leven te gaan, je wat somber te voelen, wat futloos, weinig energie, weinig plezier? Yeah. Is dat het leven dat je wilt leven, of is dat misschien het leven dat je altijd hebt gehad? Yeah. En dat je dus ook helemaal niet kan voorstellen dat het beter kan dan dat. Is ja. dat jouw normaal? Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat, dat het feit dat je jezelf, dat je zelf denkt van hé, hey, ik, ik is dit wel erg genoeg en ik hoef, die, ik hoef geen hulp of, of andere mensen hebben het erger, dat het ook een beetje zelfcompassie mist. Dus dat je jezelf niet toegunt om. Om zeg maar hulp te zoeken en om beter te worden, dat dat ook een deel van het probleem zou kunnen zijn. Dat je jezelf altijd zo wegcijfert, dat je misschien altijd ja, zegt altijd iedereen aan het pleasen bent, of altijd iedereen probeert te helpen, maar niet jezelf probeert te helpen. Dus dat je je eigen ja, niets. Ik weet niet hoe je dit, je eigen behoeftes, je eigen ja. wat jij wilt, dat je dat opzij zet voor een ander. Dat, dat is aan zich al bijna een probleem. Als dat zich uit tot in mentale klachten. En, en, en dus, dus als jij jezelf herkent in van hé, hey, maar ja, zijn mijn klachten wel erg genoeg? Er zijn andere mensen die het erg hebben. Dan zou je ook kunnen afvragen van hé, hey, zet je jezelf niet te vaak opzij. Want dat, daar kunnen natuurlijk ook klachten uitkomen. Ja, het hele grappige is dus ook als ik naar mijn eigen cliënten kijk, dan is denk ik 80 tot 90 procent vrouw. Ja. En um, ook als ik naar mijn cliënten kijk, dat zijn dan over het algemeen echt gewoon hele. Um, Hele aardige, hele sympathieke, hele empathische mensen die eigenlijk de behoeften van anderen voor hun eigen behoeften stellen. Zijn dan, ik, ik kom ook vaak tegen, het zijn dan perfectionisten, mensen die het vaak goed willen doen, die geen fouten willen maken. En die graag pleasen, die het graag anderen naar hun zin willen hebben, maken. En dat dan inderdaad, hè, dat zijn prachtige eigenschappen voor een ander. En het zijn wel hele ingewikkelde eigenschappen voor jezelf. Ja. Dus wat ik vaak ook zeg tegen mijn cliënten van, hé, hey, ik, ik kijk op het moment dat jij niet ervoor kiest om te veranderen, dan ga je nooit veranderen. Want de persoon die jij bent, hè, wat, eigenlijk het zijn prachtige eigenschappen. En iedereen wil zo'n vriendin of zo'n uh, zo partner of zo'n dochter of zo'n moeder. Want dat zijn perfecte eigenschappen voor de omgeving. Dus de omgeving die gaat nooit van jou verlangen dat jij gaat veranderen. Want dat gaat ten koste van hun of hun uh, comfort eigenlijk ja. op het moment dat jij wel je grenzen gaat stellen of op het moment dat jij wel inderdaad um, nou uh, niet maar alles voor een ander zou gaan doen of op het moment dat jij de, de kantjes er een beetje vanaf raffelt dan, dan zijn jouw collega's of jouw partner of jouw vrienden die zijn eigenlijk nou ja die moeten dan het zelf gaan doen en dat dat, dat moet ze een stukje comfort inleveren dus um, de, voor de omgeving is het zo belonend dat jij bent wie jij bent Um, terwijl voor de persoon zelf is het hartstikke, hartstikke lastig. Ja. Want ze zijn lief voor anderen, maar wat je dus ook vaak ziet, hè, dus ook die persoonlijkheidseigenschappen, waar, waar we het dus nu een beetje over hebben. Um, nou, die persoonlijkheidseigenschappen, dat is dus wat je in gedrag ziet. Mm -hmm. Maar je ziet het vaak niet alleen in gedrag. Het zit ook letterlijk intern in hun brein. Dus, het, dus ze hebben eigenlijk een hele kritische kant. Of ja, je zou het eigenlijk. En, en die kritische kant, die zorgt dan eigenlijk dat ze dus zo uh, streng voor zichzelf blijven en zo lief voor anderen blijven. Dus die kritische kant, dat is dan een soort van een stem die dan altijd zegt... Zo van hey, je moet het beter doen, je moet niet falen, um, yeah, je, je moet hard je best doen... stel je niet aan, hè, het, het kan nog erger. Of, hè, dus die kritische kant die, die, die zorgt eigenlijk dat je een beetje marineert... in die persoonlijkheidseigenschappen, waardoor je altijd voor de ander kiest... en niet voor jezelf. Want op het moment dat jij misschien wel je grens stelt... of op het moment dat jij wel voor jezelf opkomt, ja, dan voel je, je misschien schuldig. Ja dus, dan heb je het, ja, dus eigenlijk als je altijd lief bent voor iedereen, ben je niet lief voor jezelf. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. En je ziet dat eigenlijk um, bij mentale problemen zie je dat natuurlijk vaak voorkomen. Dat dat de goede mensen zijn, eigenlijk van de maatschappij zoals wij dat zien, dat de goede, lieve mensen die, 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 die inderdaad, zoals wat jij zegt, een ander voor zichzelf zouden zetten, altijd kijken van, hé, hey, wat vindt de ander, uh, stoor ik daar niemand mee, et cetera, et cetera. Die goede mensen zijn vaak de dupe van zichzelf uiteindelijk. En dat zie je ook bij lichamelijke klachten. Je ziet bijvoorbeeld bij fibromyalgie, dat is eigenlijk een pijnsyndroom, uh, om het even zo te noemen, op verschillende plekken. En men weet niet waar het vandaan komt en noemt het fibromyalgie en heeft daar geen behandeling voor. Maar dat zijn ook 90% plus zijn vrouw. En dan kan je je natuurlijk ook afvragen van hé, hey, waarom zijn dat 90%? Waarom is 90% vrouw? <coughs> Met mentale problemen aan zich, waarom zijn het merendeel de vrouwen? En ik denk altijd omdat het goede mensen zijn. Vrouwen, die, 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 die voelen zich eerder verantwoordelijk voor de ander. Het zit ook een beetje in het aard van het beestje, om het even zo te noemen, natuurlijk. Ja. Een, een, een vrouw wordt op een dag een moeder. En die moet gaan zorgen voor dat kind. En die zet zichzelf. Zeg maar op een duur opzij, zodat dat kind groot kan worden. Ja, en, en een evolutionair voordeel van het voortzetten van je soort. Ja, precies. Terwijl de mannen die moeten zeg maar gaan strijden. En die, 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 moet, die, die nemen de schuld niet op zich, want die hebben er geen tijd voor. Die moeten ja. wolven schieten en beren schieten, weet ik het wat. Terwijl een, een vrouw misschien eerder zelf wel de schuld opneemt. Denkt van, hé, hey, ik heb toch blijkbaar iets niet goed gedaan. Het is toch mijn schuld. Dus dat internaliseren van alles naar jezelf toe, dat... dat geeft zo'n druk in je onderbewustzijn van je brein... dat dat zich kan uiten in klachten. En dat kan depressie zijn, maar ook lichamelijke klachten. En de prikkelbare darmsyndroom. Ja, ik kom nauwelijks mannen tegen in de huishoudpraktijk... die daarmee komen. Het zijn bijna allemaal vrouwen... die buikpijnklachten hebben van prikkelbare darmsyndroom. oh ja, daar ben ik ook schuldig. Ja, <laughs> ja. Nee, dus dat, dat is ontzettend interessant, ook waar we het over net over hadden, over die, inderdaad dat stukje persoonlijkheid, dus dat je perfectionist bent, een, 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 een goed mens, een goodist, noem ik ze ook wel eens, een mensen die altijd goed willen doen voor iedereen. Maar ja. ook die interne ouder, waar je het net over had. Er zou moeten, van ik zou dit moeten, ik, zou, uh, ik, 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 ik moet me niet aanstellen, ik moet eigenlijk dit doen, ik moet doorpakken, ik moet eigenlijk ja. een carrière, ik moet doen, je wordt er bijna moe van als je het opstapelt, zeg maar, als ik dit zo zeg. Ja, ja. En het grappige is dus dat als je dat nu hardop zegt... dan denk je van, oh Chris, dat hoeft allemaal niet. Maakt niet uit. Ja. Terwijl tegelijkertijd in ons eigen hoofd... dan vinden we het heel, heel normaal dat dat bestaat. Want op het moment dat je het uitspreekt... denk je zoiets van, oh nee Chris, dat hoeft, dat hoeft allemaal niet. Je doet het goed genoeg. Ja. Um, terwijl in je eigen hoofd, dat gaat alleen maar door en door en door. En die druk die je op jezelf legt... Dat, uh, ja, dat kan gewoon zo onderdeel worden van jezelf... dat je dat bijna niet meer doorhebt. Dat dat... Eigenlijk ergens vandaan komt. Ja. Yeah. En om toch nog een bruggetje te maken, ook van net. Wat ik heel uh, le leuk vond, is dat je ook de link maakt met lichamelijke klachten. En um, wat je dus ook vaak ziet, en daarin merk je ook wel een man-vrouw verschil. Is dat op het moment dat jij um, bepaalde ontevredenheid. of bepaalde dingen die je overkomen. op het moment dat je dat niet uit naar buiten, dan slaat het naar binnen. Dus wat je vaak ziet, vooral bij uh, jonge kinderen. En dat is trouwens de rest van je leven ook. Um, je ziet het ook vooral bij mensen die dan uh, kindjes die dan geadopteerd zijn. En er is altijd een verschil tussen als je kindjes adopteert uit een ander land. Uh, vaak he, is er dus een reden dat zij ter adoptie worden afgestaan. En vaak is de reden dat hun ouders niet voor hun kunnen zorgen op een of andere manier. En wat je dus ook ziet is dat op het moment dat je een adoptiekindje dus naar Nederland bijvoorbeeld haalt, um, dat er een heel groot verschil is tussen hoe die Adoptiekinderen opgroeien. Hè, met wat voor problematiek ze laten eigenlijk ontwikkelen. Omdat ze natuurlijk in de kern voelen zich mogelijk afgewezen. omdat een ouder hun heeft afgestaan. Mm -hmm. En wat je dus vaak ziet bij meiden. is dan slaan al die emoties heel erg naar binnen. Dus meiden, adoptiemeiden of adoptiekinderen. die worden vaak wat angstiger of wat depressiever. of een laag zelfbeeld. of hè, die voelen zich in de kern misschien wat meer afgewezen Of wat waardelozer en die kunnen heel erg juist in contact komen met dat gevoel in de vorm van angst of depressie. Ja. En bij de jongetjes zie je dus eigenlijk veel vaker dat die heel erg juist gaan externaliseren. Dus die worden boos, die krijgen driftbuien, die krijgen ruzie op school. Nou, die komen misschien een keertje in aanraking met nou ja, de schoolleiding of misschien een keertje de, de, de politie, of, um, of die krijgen, ja, die komen. Ja, die gaan misschien eerder winkeldiefstal. Of die krijgen, ja, dus eigenlijk veel meer. Um, en ook verslaving bijvoorbeeld. Hè? Misschien dat die dus op jongere leeftijd veel eerder uh, alcohol uh, of drugs gebruiken of veel vaker roken. Dus je ziet eigenlijk dat, dat, um, dat die manier van zoiets iets, iets verwerken, eigenlijk, van iets wat echt heel diep ligt. Hè? Het ligt super diep in de kern op het moment dat je afgestaan bent als babytje. Um, dat bij mij slaat het vaak naar binnen. Die denken ja. van, hé, hey, het is mijn schuld, ik heb het verkeerd gedaan, um, ik, heb, um, ik heb het niet goed genoeg gedaan en ik moet zorgen eigenlijk dat ik wel lovable word. En dat doe ik door voor anderen te zorgen en alle, alle last op mijn schouders te dragen. Ze de jongetjes dan, heel stereotyperend, die worden een beetje boos op de wereld, want die denken van, ja, hallo, uh, je hebt mij afgestaan en ik had het niet verdiend en... Uh, uh, ja, die, 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 die zijn misschien gewoon een beetje boos op de wereld en de maatschappij. Nou ja, als jullie niks van mij verwachten, ja, dan, dan, dan ga ik ook wel doen wat jullie van mij verwachten. En dan ga ik lekker, uh, ga ik lekker stelen of drinken, want hè, niemand verwacht, heeft toch überhaupt verwachtingen van me. Yeah. Ja, het is super interessant inderdaad. Maar het komt er eigenlijk op neer dat inderdaad die jeugdtrauma's en iedereen heeft stressoren. Het hoeft helemaal niet zo groot te zijn. Nee. Het kan ook zijn dat je vader een keertje zegt: Hou nou eens je mond, ik ben er helemaal klaar mee met dat gejank. <clears throat> ik noem maar wat. En je bent acht en je interpreteert dat en je denkt van: hé, hey, ik voel me niet geliefd, ik voel me niet veilig hier, vind ik niet fijn. Maar je ziet toch wel dat die, dat die stressoren op jongere leeftijd, in combinatie met je persoonlijkheid, dat komt hoe dan ook tot uiting. Ja. En als je dat op dat moment niet kunt, goed kunt uiten, want een emotie is uh, emoveerd, emoveren, is, dat moet naar buiten, mm -hmm. zoals, zoals in, 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 in de. In de in eigenlijk de, de, ja, de, de, ja, de. Ik weet niet precies wanneer het uitkwam, maar het komt uit het Latijn. Maar zelfs in de Latijnse tijden, om het even zo te noemen, dus heel lang geleden. Wist, had, me, had men al zoiets bij een emotie, dat moet naar buiten. Ja. <coughs> en dat is dus een eeuwenoude idee. Maar als jij dat niet goed naar buiten krijgt, dan gaat dat zich uit. Hè? En jij zegt dus inderdaad, of naar binnen of naar buiten toe in gedrag. En dat vind ik dan altijd zo interessant als je dan bijvoorbeeld <coughs> naar een doken kijkt. Ik zit een beetje, een beetje vol, blijkbaar. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast. Abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ik ben weer. Uh, ja, ik ben er weer. Maar als je dan bijvoorbeeld naar docus kijkt van bijvoorbeeld criminelen. Als je dan ziet hoe zij überhaupt denken, hoe dat brein in elkaar zit. En ik keek laatst ook een documentaire van. Uh, wie was het nou? Uh, ik ben even vergeten wie dat was, maar dat was dan ook zo'n zo topcrimineel. Als je dan ziet wat hij dan doet, dat ze dan bij, bij een kleine, bij een kleine situatie al zo agressief kunnen worden en zo fysiek zoveel fysiek geweld kunnen vertonen. Mm -hmm. Ja, daar is gewoon een heleboel gebeurd bij zo'n iemand. En het is eigenlijk super sneu voor zo'n iemand dat zo'ngene dat dan zo afreageert. Maar er zit gewoon ontzettend veel verdriet of, 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 of schuld of haat of, of wat dan ook zit daar. En dat ja. moet eruit. En zij uiten dat in de vorm van gedrag. Ze ja. hebben geen gezonde manier gevonden om die, om die energie wat in hun steekt, om dat naar buiten te uiten. Ja. Als het ware. Ja, en dat merk ik ook, dat dan vaak er ook veel taboes zitten. Want op het moment dat je niet blij bent en je hebt een van de negatieve emoties, dan willen we dat vaak niet voelen. Ja. Terwijl wat jij zegt, emoveren, ja, die emotie, dat is eigenlijk een teken voor je dat er iets aan de hand is, dat je ergens niet tevreden mee bent. Dus als je angstig bent, dan is dat eigenlijk een teken van, hé, hey, pas op, want op het moment dat je bijvoorbeeld de snelweg gaat oversteken als voetganger, ja, dan, jouw lichaam geeft jou angst, zodat je niet zoiets doms gaat doen. Ja. Want dan kan je natuurlijk overlijden als je de snelweg oploopt. En ook jouw lichaam, die geest, jou dus ook boosheid. En dat is niet om mensen uit te gaan schelden of om heel onredelijk te gaan doen, maar wel om een bepaalde grens te stellen. En om ook te weten van, hé, hey, er zit een stukje ontevredenheid. En um, ik vond je voorbeelden net echt uh, super, uh, super mooi. En ik denk ook, ik zou zeggen dat um, wat je daarvoor ook zei, kijk, het hoeft niet altijd zo groot te zijn. Want de meeste mensen, en ik denk dus ook onze luisteraar. Die denkt misschien zo van, hé, hey, mijn klachten zijn niet erg genoeg, want ik heb, een, uh, ik heb een prima jeugd gehad, of mijn jeugd was gewoon oké, okay, ik had liefdevolle ouders. Um, en, en wat ik dus ook vaker zie in de praktijk, als je dan toch gaat graven, dan het, het beeld van, hé, hey, mijn jeugd was goed of oké, okay, dat kan dan toch nog heel erg wisselen. In de zin van, hé, hey, wat is oké okay, inderdaad? Want stel je voor dat jij bijvoorbeeld als kind, dat je bijvoorbeeld gepest bent. Dan kan je alsnog heel erg alleen en eenzaam voelen. En dat hoeft dan niet gelijk te betekenen dat je een depressie hebt. of dat je een angststoornis hebt. of dat je niet meer op school durft te komen. Maar het kan toch het gevoel van afwijzing geven. ook al is het een hele normale ervaring. dat je af en toe gepest of geplaagd wordt. Maar als je dan bijvoorbeeld naar huis gaat. en hè, je moeder kijkt je aan en vraagt hoe je schooldag was. en je zegt ja, het was prima. en je gaat naar boven en je zit vervolgens uren in je kamer alleen. dan dat is ook weer een hele. Normale interactie, om het zo maar te zeggen. Maar dan kan dat toch wel eh, een heel erg sterk gevoel van je alleen voelen creëren. Zonder dat je moeder iets verkeerd heeft gedaan, of zonder dat eh, het, het op school misschien eh, het super extreem was. Toch hoe je dan als jong kind daarmee omgaat, dat zorgt toch wel voor een soort van patroon. Van hé, hey, ik voel me toch eenzaam en alleen. Ja. Of bijvoorbeeld, eh, je hebt dan, we hebben het vaak over de ouders, maar eigenlijk. Eh, wat ook een hele belangrijke factor is van je broers en zussen. Dus stel je voor dat jouw um, zus bijvoorbeeld heel veel uh, aandacht opeiste of heel erg onredelijk was of heel erg uh, temperamentvol. Dan kan het dus ook automatisch maken dat de aandacht van je ouders heel erg naar je broer of je zus gaat. Um, en dat jij dan als consequentie daarvan denkt: hé, hey, ik moet mijn ouders niet nog meer um, tot last zijn. Dus ik ga gewoon. En mezelf een beetje afzonderen en ik ga het gewoon allemaal goed doen. Want zij hebben al genoeg op hun bordje met die broer of die zus die er um, nou, heel erg uh, ja, waar veel heel mee aan de hand is. En die, die die aandacht een beetje opeist op een negatieve manier. Ja, ja en dat is dus zo interessant aan het brein. Hè? Dus die eerste twaalf, zestien jaar creëer je dus. Echt dat brein, dat bewustzijn, dat onderbewustzijn, je creëert eigenlijk een heel netwerk aan neurale paden. Dus, dus, dus je hebt hersencellen die creëren dan, die gaan dan samen afvuren. En dat wordt op een duur een, een connectie. Om het even heel simpel te verwoorden. Maar je ziet ook wel eens dat mensen dan verschillende. Laten we even afwijzing bijvoorbeeld. Een kindje van twee, um, ja, ad adoptie is weer uh, vrij heftig. Maar. Een kindje van, uh, van twee, die wordt een keertje afgewezen. Een keer, en daarna op zijn zesde jaar, weer afgewezen. Op de negende jaar, weer afgewezen. En dat kan allemaal onbewust zijn. Misschien dat de ouders dat zelf ook hebben meegemaakt. En ja, krijg je een beetje die hurt people, hurt people-complex. Dat die dan onbewust toch dat kind geregeld afwijzen. Dan kunnen dat kleine momenten zijn. Maar ondertussen is er in je brein zo'n sterk neuraal netwerk gecreëerd van afwijzing. Van al die losse fragmenten. Dat je inderdaad een, een sterk netwerk daar gecreëerd hebt. En wat wij dan wel eens zien in de praktijk is dat die mensen dan bijvoorbeeld tot een achttiende dat hebben opgebouwd. Onbewust, dat gaat in je brein. Dus je brein is gevoelig voor afwijzing. En dat je dan bijvoorbeeld dertig bent en je hebt een scheiding en het ging allemaal top. Hè? Tot je dertigste had je het idee, ja, ik ben gezond dit dat. En dan op je dertigste, uh, of word je ontslagen, of heb je een echtscheiding scheiding en iedereen kan dit meemaken. En plotseling gaat het allemaal niet. Ja. Plotseling is eigenlijk heel dat brein wat we hier op tafel hebben... Staat helemaal, zeg maar, is helemaal in brand, om het even zo te noemen. Dus zo'n iemand kan bijvoorbeeld psychische klachten krijgen... depressief, angstig, uh, paniek. Uh, eigenlijk allerlei verschillende klachten krijgen. Maar ook lichamelijk kan dat het geval zijn. En dat zie ik voornamelijk bij de mannen. Dat de mannen dan plotseling ineens allemaal vage klachten krijgen. Rugpijn, uh, buikpijn, uh, maagzuur, uh, globusgevoel. Dat er iets in de keel zit. Druk op de borst. Um, ja, wat komt er nog meer? Bijpijn Buik, ja, had ik al opgenoemd. Hoofdpijnen. Dus allemaal van die ja. vage klachten kunnen dan ineens opkomen. En wat je dan in de praktijk vaak ziet, is dat zo'n iemand dan denkt: van, Nou ja, hoort erbij. Nou, dan zijn ze 35 en dan denken ze: Hé, hey, ik heb eigenlijk al maanden of jarenlang hier last van. Waar komt dit vandaan? En dan misschien zijn ze 40 en dan wordt het alleen maar erger. Dan gebeurt er weer iets. Weer een vorm van afwijzing en de klachten worden erger. Ze worden moe. Nou, komen ze bij de huisarts. Uh, mijn bloed, vitamine. Nou, zie je weer een paar commercials van supplementen. Het gaat echt zo hoor. Zie je zo wat supplementencommercials, begin je supplementen slikken, werkt niet. En ja, dan kom je bij de huisarts, prik je bloed, is niks aan de hand. Maar als je dan terugkijkt, en daarom hebben wij dus het kerntraject ontwikkeld. Het is eigenlijk een nieuw traject dat we hebben ontwikkeld, waarin we in plaats van symptoomgericht, dus aan het einde van de rit, eigenlijk kerngericht gaan kijken van wie ben jij als persoon? Hoe is jouw persoonlijkheid? Wat is er gebeurd in de jeugd? Wie zijn je interne ouders? Wie is je interne volwassene? Hoe versterkt dat zich allemaal, waardoor je klachten hebt? En als je dan vanuit de kern teruggaat naar jouw klachten, dan zie je dus bij dit voorbeeld van hé, hey, je bent dus blijkbaar een afgewezen kind geweest vroeger door dit, dit en dit. dit. Jouw persoonlijkheid versterkt die klachten. Op je 35ste ben je ontslagen, mm -hmm. eh, of op je 30ste ben je ontslagen. Op je 35ste heb je weer zoiets meegemaakt. En sindsdien heb jij toevallig vermoeidheid. En als je dan terugkijkt, en dat zie je bij heel veel mensen, als je terugkijkt naar je klachten, wanneer dat gebeurd is, kun je dat altijd herleiden uit je jeugd, uit wat er in dat brein aan neurale paden is ontwikkeld. Ja, en dat is zo interessant en ook zo mooi hoe je dat noemt. En ik herken dat ook in mijn eigen leven. Bijvoorbeeld, um, twee jaar geleden waren wij in Mexico. Mm -hmm. En um, toen was ik zo uitgedroogd dat ik. Uh, nou, ja, jij weet beter wat er gebeurde dan ik. Ik was erbij, ja. Maar dan was ik eigenlijk zo uitgedroogd dat je dan, um, dat je dan inderdaad, dat ik, dat ik bijna, ja, zo uitdroogde dat ik bijna in het ziekenhuis moest en bijna overleed. Ja, je had een parasitaire buikinfectie. Een ja. flinke. Ja, ja een weken. flinke. Ja. Wekenlang. Maar um, en ik heb ook een keer bijvoorbeeld dengue gehad. Uh, toen was ik wat jonger, toen was ik ook echt doodziek. En ook echt, echt nou, levensbedreigend ziek. Alleen dat zijn dan ervaringen waarvan je denkt van, hé, hey, als je naar de posttraumatische stressstoornis criteria kijkt, dan denk je van, nou, hè, uh, in aanraking uh, met de dood, of bijvoorbeeld dat ik een keer gedrogeerd ben, dat is ook allemaal heel erg onveilig. En waarvan je denkt van, hé, hey, het zou niet gek zijn als je daar klachten aan zou overhouden. Ja. Maar de eerste twaalf jaar van mijn leven heb ik eigenlijk uh, helemaal niet ooit de twijfel gehad van, hé, hey, uh, ik ben onveilig en ik sta op het punt om dood te gaan. Dus eigenlijk die ervaringen die zijn... Gebeurt. Nou, die waren op het moment zelf wel vervelend, maar eigenlijk een paar dagen later of een week later was het alweer verwerkt van ja. Ik voel me nu weer beter, ik ben weer gezond. Ja. Terwijl op het moment dat het meer gaat over inderdaad afwijzing, of dat je je voor het eenzaamheid of je alleen voelen, dan gaat als dat gebeurt, ook in het hier en nu, dan voelt dat echt tien keer zo pijnlijk. Terwijl dat ja. eigenlijk, um, als je objectief kijkt, dan zijn dat eigenlijk maar hele kleine oorzaken. Dat kan echt gewoon iets heel kleins zijn, als bijvoorbeeld. Um, uh, vrienden die onderling gaan afspreken, of iemand die iets, iets negatiefs zegt of uh, een kritiek of iets dergelijks. Daar kan ik veel minder goed tegen, terwijl dat echt de normaalste ervaring uh, ooit is. En dat gaat dan dus inderdaad ook heel erg terug naar je jeugd en naar je kindertijd. Van, hey, hoe heb dat ik me vooral heel erg alleen en afgewezen en verlaten heb gevoeld als kind. En als dat in het hier en nu gebeurt, dat dat gewoon veel pijnlijker is. Dan een hele grote gebeurtenis, zoals gedrogeerd raken of bijna doodgaan. of dat soort zaken. Nou, daar kan ik dan weer prima mee omgaan. Ja, omdat inderdaad je neurale paden uit je jeugd. die zijn zo sterk. Ja. Voor, voor in jouw geval dus eigenlijk afwijzing. Mm -hmm. dat, dat inderdaad als je bijna doodgaat. denk van, nou ja, kan gebeuren. Maar als je nu bijvoorbeeld. zei voordat voor dat je nu. Uh, uh, je, je wordt ontslagen. dan, dan uh, lig je er helemaal vanaf. Terwijl je denkt van, hé, hey, maar je bent bijna doodgaan. Ontslagen. Je kan altijd nog een andere baan zoeken, ergens anders. Ja. Uh, dus, dus, dus dat is ook wel inderdaad een heel mooi illustratief voorbeeld van. Het maakt helemaal niet uit wat je meemaakt, op welke schaal en hoe erg het is. Het kan voor jou wel erg zijn en voor een ander niet. Precies. Zeg maar, men weet niet wat voor neurale paden en wat voor verleden jij hebt gehad en waarom jij zo heftig daarop reageert. Dus, 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 dat, dat, dus terugkomend op mijn voorbeeld. Het kunnen kleine dingetjes zijn in, het, in je verleden, of grote dingen in het verleden, die een bepaald standaard creëren, een bepaalde neuraal brei aan paden. En die kunnen later weer geheractiveerd worden en dat kan zich uiten in klachten. En ik verwijt het absoluut ook niet het traditionele gezondheidssysteem. Want het traditionele gezondheidssysteem in Nederland, dat is een van de beste zorgsystemen in, 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 in de hele wereld. Mm. Wij kunnen als geen ander heel goed duidelijke patologie uitsluiten. Kanker, infecties. Uh, wat dan ook, dat, dat, dat kunnen we als een van de beste van de wereld. En dat doen we supergoed. Maar als dat allemaal uitgesloten is, dan val je tussen wel een schip. Want ja. diegene die jarenlang hoofdpijn heeft, die bij de hoofdpijnkliniek komt, die bij de pijnkliniek komt, die, die bij de neurologen komt, en die zeggen allemaal van ja, het is stress gerelateerd. Maar waar komt het nou echt vandaan? Ja, dat, weet, dat weten heel veel mensen niet. Tenzij je terug... Naar je jeugd gaat. En dan ineens als je doorhebt. We hebben namelijk ook een heel mooi gebied in ons brein. En ja, die kunnen we er eigenlijk wel bij pakken. Even kijken of ik erbij kom. We hebben namelijk een heel mooi gebied in ons brein. En misschien kan jij hem wel eventjes laten zien. En dat heet de dorsolaterale prefrontale cortex. Nou, dat is... Okay. Dat is, uh, dit is de prefrontale cortex. Mm -hmm. Dit dus is de voorkant van het brein. En dorsolateraal betekent dan eigenlijk dat als je hem een stukje omdraait. Ja. Dat hij dus niet hier is, dit is ventromediaal, maar dorsolateraal is eigenlijk veel meer hier. Ja. Het de deel van het brein. Ja, en voor de luisteraars, eigenlijk het, het, het frontale brein is hetgeen wat ons mens maakt, om het even zo te noemen. Daar zit het bewustzijn, de planning en, en, en de bewuste keuzes worden voornamelijk daar gemaakt. En even, even in een notendop. Ja. En dat stukje brein kan jouw onderbewustzijn beïnvloeden. En dat is ontzettend interessant en dat doen wij dus onder andere ook in de kerntraject. We analyseren eerst waar al die neurale paden zitten en waar je trauma's zitten en waar dat vandaan komt dat jij nu ineens klachten genereert terwijl je geen idee hebt waar dat vandaan komt en de huisarts weet het niet, de specialisten weten het niet. Maar met dat frontale kwap kun je wel gaan beïnvloeden wat daar gebeurt in dat onderbewustzijn. En dat is een kwestie van tijd. Maar soms zie je gewoon in weken of soms ook in een maand, twee of drie, zie je dat mensen toch wel invloed krijgen op dat pad en de klachten weer verdwijnen. Ja. Het is eigenlijk ja, wat wij nu ook proberen uit te leggen in, in, in een paar zinnen. Dat doen we eigenlijk in een maand, twee of drie maanden tijd. Maar wat ik je vooral zou willen gunnen is stel dat jij of psychische klachten hebt of lichamelijke klachten hebt die... Niet geholpen kunnen worden, dan kun je altijd eventjes contact opzoeken met ons. Kunnen we even meedenken of je in aanmerking kunt komen hiervoor? Want het is niet voor iedereen weggelegd, zoiets. Je kan, als, nee. jij, als jij nu al denkt van ja, nou ja, ik weet niet of het zo is, ja, dan kom je er nooit bij, bij die dieptes. Je moet er ja. wel open voor staan en je moet ook een, een bepaalde vorm van zelfreflectie hebben om hierbij te kunnen, want je gaat echt diep en het is best wel intens, zeg maar, want je gaat echt naar oude pijn toe. Maar stel dat jij dit soort onbegrepen klachten hebt, of, aan, of lang en lang aanhoudende klachten, neem dan even contact op met ons of kijk even op onze website op www.christenajsa.nl slash bellen en uh, op die pagina kun je een gratis oriëntatiegesprek inplannen en dan kunnen we even meedenken of zo'n kerntraject voor jou handig kan zijn. Maar goed, ik heb dus heel veel, heel veel dingen uitgelegd, uh, maar terugkomend op de vraag. De vraag was namelijk, zijn mijn klachten erg genoeg? Wat zou jij daarop antwoorden? Nou, het feit dat je al die vragen stelt en het feit ook dat je al klachten hebt, dat betekent wel dat er iets aan de hand is. En dat hele idee van, is het wel erg genoeg? Dat klinkt eigenlijk veel meer als een overtuiging of een opvatting over je eigen klachten, dan dat dat een teken is van of het wel of niet erg is. Dus eigenlijk, zeker in het geval met klachten, je subjectieve ervaring, dus hoe jij het zelf ervaart, dat is veel belangrijker dan objectief. Hè? Want we zagen ook bij mij, kijk, als ik bijna doodgaat, dat interesseert me niks. Maar een ontslag of een afwijzing, ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja. En dat zegt dus iets, uh, dus de klachten die jij hebt, die geven je ook eigenlijk een richting over van, hé, hey, waar zit de oplossing in? Want je klachten zijn niet de kern van het probleem. Je klachten zijn eigenlijk een signaal van je brein van, hé, hey, er is iets aan de hand en jij moet hier iets mee. Maar het is dan inderdaad aan jou om dan wel de stap te gaan zetten van hé, hey, ben ik tevreden? Kijk, stel je voor dat ik deze klachten over vijf of over tien of over dertig jaar nog heb in dezelfde mate of hey, dat het misschien wat erger wordt. Wat zou je daarvan vinden? Zou je denken van hé, hey, als ik um, over tien jaar nog steeds exact dezelfde klachten heb of misschien wat erger, um, vind ik dat dan prima? En als je het dan prima vindt, ja, dan is er misschien geen leidenslast, Dan is het ook geen probleem. Dan is het misschien voor jouw subjectieve ervaring misschien niet erg genoeg. Ja. Maar als er een kant van jou is die denkt: van hé, hey, als ik over 15 of 30 jaar dezelfde klachten nog heb of iets erger, en ik zou dat niet willen, dan is nu misschien de tijd wel om daar tijd, energie en aandacht aan te gaan besteden. Van hé, hey, wat, wat voor klachten zijn dit? En, en wat, wat moet en wil ik hiermee? Ja. ja, ik vind dat heel krachtig. Ik denk. Ook als tip van de week, we moeten echt van het taboe af. Als je, als je zeg maar... Klachten, die zijn er voor een reden. Ja. Klachten zijn er niet om ons te pesten. Als jij druk in je borst voelt. Tuurlijk ga naar de dokter, sluit uit dat het een hartinfarct is of een longembolie of wat dan ook. Maar als dat allemaal uitgesloten is, dan is die klacht er voor een reden. En wat de neiging die we hebben als mensen is van stel dat je buikpijn hebt, weglopen van ik heb buikpijn. Oh, ik moet me niet aanstellen, ik moet door, ik moet door, ik moet door. Maar dat lichaam, dat blijft in jou. <laughs> zeg maar, of jij blijft in jouw lichaam. Je, je, zit daar, je moet het daar toch echt mee doen. Ja, en, zeker. En, en soms kunnen die klachten jou ook gewoon vertellen: van... hé, hey, weet je, geef mij die aandacht. Ik zie ook wel eens klachten als dat vierjarig kindje in je. Laten we het even zo noemen. Als dat kindje van vier jaar uh, pijn heeft of huilt, wat heeft het nodig? Aandacht. Gewoon dat je ervoor bent. Dat je, ervoor, voor die klachten, dat je voor dat kindje daar bent. En soms zou je ons ook een beetje kunnen zien. Als ons systeem is natuurlijk opgebouwd. toen we baby, baby waren. Soms moet je ook gaan stilstaan. als je klachten hebt. van hé, hey, wat probeert mijn lichaam mij te vertellen? Misschien moet ik wat meer naar mezelf kijken, naar mijn leven. Gaat het allemaal wel goed? Ja. Ga ik goed om met dingen of werkt dit niet voor mij? Want als je door blijft gaan en door blijft rammen... en denkt van, hé, hey, die buikpijn, dat komt wel weer goed, ik moet door. Dan komt er ineens een hoofdpijn, ja, dat komt wel weer goed. Dan komt er vermoeidheid, oh, dat komt wel weer goed. Op een duur word je gewoon tot de grond geslagen. En dan krijg je een burn-out, dan kan je helemaal niks. Ja, en dat is gewoon verwaarlozing van jezelf. En dat hebben we niet door. En dat zouden we je echt willen toegunnen als je klachten hebt... Kijk dan even naar jezelf. Kijk van, hé, hey, wat gebeurt er? Waarom heb ik dit? Waar zou dit vandaan komen? En als je er zelf niet uitkomt, zijn er altijd mensen, zoals wij bijvoorbeeld, die met je mee kunnen denken. Van, hé, hey, waar komt dat vandaan? Waar zou jij jezelf aan, zeg maar, waar zou je zelf aan kunnen werken om ervoor te zorgen dat jouw lichaam die, die, die signalen niet afgeeft? Ja, heel krachtig, heel duidelijk ook. Nou ja, dan, dan heb ik genoeg verteld, denk ik, voor vandaag. Heb jij nog verder, dat is eigenlijk al een tip van de week aan zich. Heb jij nog een tip van de week? Ik zou, denk ik, een, uh, een lijstje maken van de klachten waar je op dit moment tegenaan loopt. En dan ook daarnaast zetten van sinds wanneer je die hebt. Het ja. is dus gewoon eigenlijk dat je dus twee, uh, twee lijstjes maakt. En, en, en wees daarin ook eerlijk voor jezelf. Dus hè, ik denk dat de meeste mensen die wel eens klachten hebben. Dus hè, dat kan dan inderdaad zijn uh, prikkelbare darm, dat kan zijn um, migraine, dat kan zijn uh, hyperventilatie, angst, depressie, uh, Burn-out. burnout. Nachtmerries, hè? noem maar op welke klachten je allemaal wel niet um, hebt op lichamelijk gebied en op mentaal gebied. En zet daarnaast een streepje van hey, hoe oud was je of sinds wanneer heb je die klachten? Ja. En dat is dus ook echt om voor jezelf scherp te krijgen van hé, hey, we, we, we accepteren wel maar dat we jarenlang rondlopen met klachten, omdat het niet erg genoeg is. Net zoals wat onze luisteraar ook uh, ervaart. Maar ondertussen gaat je kwaliteit van leven wel echt een stuk omlaag. Ja. En er is waarschijnlijk een heleboel mogelijk. Dus als jij je beter wil voelen, ja, stap 1 is echt wel erkennen van wat er is. En op het moment dat wat jij op hebt geschreven, dat je denkt van zo, dat is eigenlijk wel um, meer dan ik had verwacht. Of hé, hey, dat, dat, dat is wel echt iets. En neem dan de keuze om daar tijd, energie en aandacht in te stoppen en om daar eventueel iets mee te moeten. Ja. Ja. Nou, prachtig. En als je daar vragen over hebt, stuur ons een DM. En dan kunnen we altijd een beetje meedenken. We hebben twee dingen benoemd. We zullen de linkjes ook wel onder andere... de depressiecheck hebben we genoemd. Dat is christinaise.nl slash depressiecheck. En het kerntraject is benoemd. Dat is christinaise.nl slash bellen. We zullen die linkjes ook eventjes hieronder plaatsen. Want als ik een podcast luister, dan... Ik, ik heb datzelfde met voicemail. Dan lijst je een voicemail en dan zeg je: ja, bel je me terug op 06, -8 -7 -5 -3 -2 -2 -2 -2 -2, Dan denk ik van ja, maar ik weet dat je 06 zijn maar de rest ben ik al lang vergeten. Dus daarom hebben we het nu in onze beschrijving ook gezet op de linkjes. Eh, zodat als je thuis zit en denkt van hé, hey, dit lijkt me interessant, dan kan je daar wat meer informatie over krijgen. Voor nu wil ik jou bedanken dat je er weer bij was natuurlijk, Ijs. En uh, ik wil jullie ook natuurlijk bedanken, of jou bedanken, dat je wilde luisteren naar deze podcast of kijken naar deze podcast. Wil je ons ondersteunen en ervoor zorgen dat wij dit nog heel lang blijven doen? Uh, vergeet dan vooral niet te abonneren. Vergeet ook geen beoordeling achter te laten. Dat helpt, of, of ja, dat zorgt ervoor dat onze podcast wat meer wordt verspreid. En dat andere mensen die tegen dit soort klachten aanlopen hier ook wat aan hebben. En dan uh, ja, zou ik zeggen: tot de volgende week. Tot de volgende week.